17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ook enkele Schiedammers hebben zich hiervoor gekandideerd. In de dagen voorafgaand aan de gang naar de stembus belicht Schie er elke dag één. Vandaag... Mijn naam is Paul Brenkman. Ik ben verkiesbaar voor partij Lijst 30 Hart voor Vrijheid. En ik sta op plek 7. Nou, ik vond het tijd dat wij als burgers eigenlijk ons land zelf weer gaan besturen. Wat je nu ziet is dat de Tweede Kamerleden, onze regering, die bestaan uit beroepspolitici. En die zijn eigenlijk de werkelijkheid een beetje uit het oog verloren. Waar burgers behoefte aan hebben, wordt niet meer herkend. We hebben drie kernwaarden. En de eerste is... Wij staan voor een vrije en menselijke samenleving. Gebaseerd op vertrouwen en niet op controle. Ons tweede kernpunt is echte democratie. We willen dat de burger betrokken wordt bij beleid en bij het vormen van beleid en wetten. En ons derde punt is ondernemerschap en zelfsturen. Wat gaat u als Kamerlid voor Schiedam doen? Wij willen eigenlijk de Schiedammers weer aan tafel hebben met elkaar. Om problemen te bespreken en oplossingen te bedenken. Wij zijn ook voor het ondersteunen van lokale ondernemers. Die gezamenlijk coöperatieve ondernemingen kunnen vormen. En zo de lokale economie ook stimuleren. Schiedam is natuurlijk ook een gemeente met veel problemen. En wij denken dat heel veel van die problemen veroorzaakt worden door armoede. En wij hebben daar in ons partijprogramma aandacht aan besteed hoe wij denken dat we de armoede kunnen bestrijden. U had het net over zelfsturende gemeenschappen, burgerinspraak. Zitten Schiedammers hier wel op te wachten? En hoe ziet u dat voor zich? Hoe wilt u dat vormgeven? Ja. Ons partijprogramma, ons programma is geschreven door hele intelligente mensen. Echt vanuit de partij, dus iedereen heeft ideeën naar voren gebracht. En het behoeft echt nog wel hier en daar wat verduidelijking. Hè. En wij denken dat de verkiezingen nog wel eens kunnen verrassen. Wij denken dat wij nog wel eens verrast kunnen worden door de verkiezingsuitslagen. Juist nu, in deze periode waarin mensen geconfronteerd worden dat de overheid hun vrijheid volledig kan inperken, zal heel veel mensen die voorheen misschien besloten om nooit te stemmen of zich helemaal niet bezig hielden met politiek, juist nu getriggerd zijn om wel hun stem uit te brengen. Uw partij heeft een bijzondere naam op de stemlijst. U gaf al aan dat dit kwam door een meningsverschil. Waarom zouden mensen op een partij stemmen zoals die van u, als er al in het verleden een meningsverschil is geweest? Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè. Wij heten Lijst 30 Hart voor Vrijheid. We zijn ooit begonnen met de naam Vrij en Sociaal Nederland. Er is een splitsing geweest. Een verschil van mening tussen personen. Nooit inhoudelijk, maar tussen personen. En ja, door omstandigheden zijn wij op de stembiljetten terechtgekomen als blanco lijst 30. Maar het maakt het ook wel weer eenvoudig. Lijst 30, plek 7. Kind kan de was doen. U geeft in de pitch op de website van uw partij aan dat u tegen lockdowns, mondkapjes en avondklokken bent. Maar wel voor preventie en een robuust zorgsysteem met werkzame medicijnen. Zijn de lockdowns, mondkapjes en avondklokken dan geen preventie? En zijn de huidige vaccins dan geen werkzame medicijnen? Nou, ik wil eerst reageren op het laatste wat u zegt, vaccins. U noemt het vaccin, wij noemen het gentherapie. Wij vinden dat de overheid veel meer aan informatie moet doen wat eventuele risico's van dit experiment op de bevolking is. Op korte termijn en op lange termijn. U noemde ook even preventie. Mondkapjes, avondklokken, lockdowns zijn wat ons betreft geen preventie. Er is in landen waar verschillende aanpakmethodes of verschillende momenten waarop deze maatregelen zijn toegepast, is er geen enkel significant verschil op de ontwikkeling van het virus. Wij zien de preventie veel meer in het versterken van je immuunsysteem. Hè, door vitamine D, vitamine C te slikken, maar ook beweging, gezond voedsel, ontspanning. Dat zien wij als preventie. Ik kan alleen maar zeggen, als je hart voor vrijheid hebt, als je liefde, vertrouwen, interactie belangrijk vindt, stem dan op lijst 30 en voor een betere wereld.